installatie in het museum bestaat uit 6 houten objecten, gebaseerd op de oorspronkelijke deurkrukken. En ook die oude set is straks weer te zien in het museum. Marisa is een van de 6 houtdraaiers die meewerkt aan het project. Nou, in eerste instantie lijkt het natuurlijk een hele eenvoudige vraag. Het is maar een heel klein objectje van hout. Op deze maat zou ik dat denk ik een uurtje over doen. Maar op deze schaal is de vraag een hele andere. En moet je echt gaan nadenken over je werkvolgorde. Welk hout ga ik gebruiken? Ook dat waren leuke gesprekken met Timo van welke techniek gaan we doen? Gaan we het verlijmen? Mag je de lijmnaden zien? Mag het scheuren? De titel Turns verwijst naar de verschillende wentelingen die het museum heeft doorgemaakt door de tijd. En op dit moment staat het museum weer aan het begin van een nieuwe periode. Op naar Schiedam.